Dag jongens en meisjes. Ik ga vandaag deze leuke doos van Playmobil uitpakken met de kerstman en zijn arreslee erin. Ja, zijn jullie benieuwd hoe we het allemaal in elkaar gaan zetten? Kom snel kijken. Oh ja, en ik ga ook weer aan heel veel kinderen de groetjes doen. Dag jongens en meisjes. Leuk dat jullie weer kijken. Sinterklaas is net afgelopen. En wat komt er binnenkort aan? Ja, Kerstmis. Dus ik zag deze leuke doos in de speelgoedwinkel liggen. Van de kerstman met zijn rendieren en arreslee. En ik dacht, die ga ik met jullie uitpakken van Playmobil. Zijn jullie er klaar voor? Kom, gaan we snel het doosje openmaken. Oh ja, en ben jij nou nieuw op dit kanaal? Druk dan even op het knopje beneden, dat rode knopje, om je te abonneren. Want dan krijg je namelijk gratis een berichtje als er een nieuwe video is. Kom, we gaan snel de doos openmaken. Zo, eens even kijken. Hier maken we hem open. Dan zo. Kijk eens even, ja, en kerst is altijd gezellig. Dan heb je de kerstvakantie. En misschien wel een kerstboom thuis. En misschien gaat het ook nog wel sneeuwen. Zo, kijk eens even. Hier zijn mooie stickers. Die gaan we zo opplakken, denk ik. Ja. En hier is het boekje. Ja, die moet ik even doorlezen. Nou, het is niet heel moeilijk om hem in elkaar te zetten, zie je wel. Dus laten we daar maar eens even mee beginnen. Kijk eens. Eerst eens even natuurlijk de zakjes openmaken. En dit is leuk. Kijk nou toch. De kerstman. Wauw. Heel cool. Hier nog een zakje. Hier nog even openmaken. Zo. Oh ja. En jongens en meisjes. Afgelopen zaterdag had ik helaas geen video. En heb ik dus ook niet aan heel veel kindjes de groetjes kunnen doen. Dus vandaag in deze video ga ik extra veel kinderen de groetjes doen. En dat doe ik als ik straks de arreslee van de kerstman in elkaar heb gezet. Nou, laten we snel gaan bouwen. Zo, eens even kijken. Deze moeten we hier neerzetten. Dan gaat dit hier zo in. Kijk, ja, dat klopt. Dan de mooie witte slee. Die gaat hierin. Oké. Dan eens even kijken. Mogen we de mooie stickers erop plakken? Oh, dat is leuk. Ja, dit is heel cool. Let op. Beginnen we eens even met deze. Kijk. Zo. En. Hoppakee. Dat is mooi. Dan deze nog. Zo. Kijk eens even. Die gaat zo. Hierin. Hoppa. Oké. Dan deze. Dit is de mooie bank van de arreslee. Zo, hoppakee. Kijk eens even, dit begint al ergens op te lijken. Leuk hoor. Dan hebben we hier nog twee rode dingetjes. Kijk, die gaan we hier zo. Eén, zo, deze. Hoppakee, klik. Zo, dan deze hier nog tussen. Kijk. Zo, deze. Hoppa, en deze, kijk. Oké, nou we zijn al aardig eind jongens en meisjes. Kijk, dan gaan we, zo klikken we dit zo om de rug. Het gaat best wel makkelijk eromheen, zie je dat? En dan hier nog eentje, kijk eens even hoe cool. Wauw, heel gaaf dit. Ja, dit is leuk, ja ik vind kerst toch altijd wel heel gezellig. Even kijken. Dan hebben we nog een leuk lichtje. Die hangen we hierop.
Zo, kijk. Ja. Meneer de Kerstman, kom eens even hier. Zo, doe eens even uw muts op. Ho, 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 ho. Vrolijk kerstfeest, jongens en meisjes. Nou, jongens en meisjes, ik had beloofd, we zijn nog niet klaar, want we gaan nog wat leuke dingetjes in elkaar zetten. Maar ik had beloofd om nog heel veel kinderen de groetjes te doen. En dat ga ik nu doen. Zijn jullie er klaar voor? Ik wil graag de groetjes doen aan Jill Leidner van 5 jaar uit Raamsdonksveer, Liv, Bo, Xavi van 3 jaar, Julia van 4 jaar, Julia van 9 jaar, Elif van 5 jaar en Ela van 3 jaar, Liana, Thiago van 6 jaar en Fabio van 4 jaar, Bas en Gijs uit Nieuwegein, Viras, Mats, Bart en Daan, Zoe, Rodi, Vince van 3,5 jaar, Doua, Boufra, Bouachi, Charlie van 5 jaar, Suus van 3 jaar, Lieke en Thijs van Duin uit Katwijk aan Zee, Fedra, Roman van 6 jaar, Lisette van 3 jaar uit Stadskanaal, Manuela en Monika Smans, Willem van 3 jaar, Keano van Buren van 4 jaar, Omaima, Mauro, Meli, Julian van der Laan. En Julian is 1 december 4 jaar geworden, nog gefeliciteerd. Genoa en D'Angelo van 3 en 4 jaar uit Almere. Jill, Tess, Lars en Sven uit Utrecht en papa Sjoerd. Aurora van 3 jaar, Noor van 3 jaar uit België. Jesse van 8 jaar en Mitchell van 6 jaar. Eli van 4 jaar uit Mechelen. Si, Sora en Kaja. Shirley Kuiper uit De Groenhof. Noah uit Rijswijk. Jorien van 8 jaar en Jana van 6 jaar. Emily van 6. Gabriel en Raphaël. Firaza en Vince. Zo, jongens en meisjes. En heb ik nou niet jouw naam genoemd? En wil jij volgende keer ook de groetjes krijgen? Vraag dan even aan je papa of mama of ze onderaan de video jouw naam willen zetten. En dan doe ik de volgende keer de groetjes aan jou. Oké, ik zei al, we zijn er nog niet helemaal, want kijk eens even. We hebben nog de zak van de kerstman, waar allemaal cadeautjes in kunnen. Nou, laten we eens beginnen met dit doosje te vouwen. Kijk, dit is wel cool. Hier kan je je eigen kerstcadeau doosje vouwen. Een leuk kerstdoosje. Nou, er zit natuurlijk niks in, dat hebben jullie wel gezien. Maar hij ziet er wel heel schattig uit. Dus dat is één. Dan hebben we nog de zak. Een leuk poppetje hebben we, die kunnen we erin doen. Maar, kijk eens even wat nou zo leuk is. Er zitten nog 3 hele schattige stickertjes bij. Nou, jongens en meisjes, kijk eens even. De kerstman is klaar. En wat is nou zo leuk? Laten we eens even kijken. Laten we de kerstman eens even in zijn arreslee zetten. Gaat u maar eens even zitten. Laten we de kerstman eens even achter op zijn arreslee zetten. Handjes vast. Komt u maar. Gaat u maar staan. Heel goed. Kijk maar eens even naar de kinderen thuis. Dan gaat het cadeau hierop. De zak gaat erin. Hey, dit is leuk. Maar wat missen nou eigenlijk, jongens en meisjes? Een beetje sneeuw. Ik heb toevallig wat kunstsneeuw. Kijk eens even. En dat zal ik hier eens even neerleggen. Kijk eens even. Dan is het net alsof het sneeuwt bij de kerstman. Hé. Hey. Dit is grappig. Kijk eens even. Het sneeuwt een beetje. Nou, jongens en meisjes, dit was het alweer. En ik wil jullie nog even wat anders leuks laten zien. Naast de video's die ik altijd maak met het speelgoed uitpakken, maak ik ook nog een ander soort filmpje. En die heet Otti. Misschien heb je die al wel eens gezien, maar misschien ook niet. Otti komt hierboven. Kijk, daar. Daar kan je op klikken. En als je dan daarop drukt, dan kan je het filmpje zien van Otti en die gaat ook kerst vieren. En wil je nu nog niet naar Otti kijken, maar aan het einde van deze video
zal ik ook even een plaatje laten zien. En dan kan je daarop op drukken. Nou jongens en meisjes, dit was het alweer. Ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden. Wil u nou dus een berichtje ontvangen als er een nieuwe video is? Abonneer dan op mijn kanaal met dat rode knopje beneden. Want dan krijg je namelijk gratis een berichtje als er een nieuwe video is. Nou, dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!